Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe vlog. En zoals je ziet staan we in de PSV TV studio. En daar komt zo meteen Sadilek en we gaan hem even testen op zijn zenuwen. Dus ik ben heel benieuwd. We hebben echt een, al zeg ik het zelf, knijterleuk spel bedacht. Of gevonden, gekocht, gedaan, weet ik veel. Ik kan jullie verzekeren, dat wordt sowieso lachen. Dus doe zeker even een duimpje omhoog en dan gaan we het zien. Oké, jij weet nog niet wat wij gaan doen. Ben je een beetje bang? Nee, ik ben niet bang. Heb je zeg maar stalen zenuwen van hè, nooit ergens bang voor? Ja. Ja, soms wel. Ja, misschien dit is ook het geval dat ik een beetje zenuwachtig ben. Toch gewoon een beetje zenuwachtig? Ja, ja. En zeg maar, hè, even een paar momenten dit seizoen. Ik neem een momentje in een basisdebuut of gewoon überhaupt je debuut. Zijn dat dan momenten waar je heel erg zenuwachtig naartoe gaat? Of valt dat mee? Ja, een klein beetje, maar ik voel een beetje spanning voor de wedstrijd. Ja? Maar ja, als ik op het veld kom, dan... En tril je dan echt? Nee. Nee, jij zou vast denken, waarom stelt deze gek allemaal deze vragen? Nou, we proberen hier elke week natuurlijk iets heel origineels te verzinnen. Waarbij ik jou een beetje gek kan maken. Dus dat hebben we vandaag ook. Ik ga hem er even bij pakken. Nou, onbekend, ik hoop dat je dit kent. Je lacht al. Weet je wat dit is? Ja. Oh, hier is dat. Gaan we al. Kijk. Kijk, het maakt een ontzettende tyfus herrie. We dachten eerst... Gaan we één rondje van oefenen, mag ik een keer proberen. Ja, ja, ja. Dan gaan we zeg maar een wedstrijdje doen, dus komt er extra druk bij, want dan moeten we ook nog tegen elkaar, dus dat moet je ook nog snel doen. Ja. Ik laat jou eerst even oefenen. Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik heb hem al getest, dus ik weet hoe het is. Ik vind het überhaupt knap als je het gaat halen. Ik creëer het. Ah. Ja! Oh, ik vind het top. Okay. Ja, dus goed voor een potje, dus... Ja, ja. Maar kijk even. Hoe vaak je moet draaien. Ik vind dat je het oprecht gewoon eigenlijk goed doet. Je moet niet het beste voor nu bewaren. Oké. Oh. Tempo. Als je allemaal je gaat lachen dan. Je gaat helemaal van neer als je lacht. Wie uit het team zou dit het beste kunnen? Wie heeft de vaste hand? De meest vaste hand in de heel PSV 1? Ik heb misschien keepers, misschien Jeroen. Eloy. Daniel Schwab. Oh ja, ik vind het wel iets van Daniel Schwab. Ja, ja. Ik moet zeggen, dit stuk... Okay, ja, natuurlijk. Je ging even heel erg snel. Ja. Ik vind dit best prima. Ja, volgens mij raakte hij hem allemaal elkaar 7 keer aan. En het gaat nu pas echt beginnen. Je hebt even kunnen oefenen. Nou, ik heb net ook even geoefend. Ik kwam dit ding eigenlijk al amper voorbij. Uh-huh. Maar nu is het wel natuurlijk, als je hem raakt, moet je zeg maar terug. Jezus, wat een herrie. Dat heeft gewoon pijn ook, of wat? Ja. Je zit hier zo... Je kramp. Nee, een beetje kramp. Als je hem raakt, moet je terug naar het vorige bochtje, zeg maar. Dus ja. als ik hier tegenaan kom, moet ik even terug naar hier. Ja, ja, ja. En we gaan gewoon... Het is heel Het is heel simpel, we gaan gewoon even een wedstrijdje doen. Wie het als eerste haalt. En die mag zich kronen tot... meest zenuwbestendige persoon van vandaag. Vind je het leuk? Ja, ik vind het leuk. Ik niet. Nee. We gaan gewoon beginnen. Ik zeg maar, ja, even warming up. Ik ga dit afdoen. Dat is allemaal gewicht dat ik mee moet dragen. Oké. Yes? Ja. 3, 2, 1, go! Hij gaat heel snel. Ik zie hem al gaan. Ik zie hem ook goed gaan. Oh. Waarom praat ik? Hey, terug jij, jongen. Ah, klopt. Ik moet zeggen, ik heb veel wedstrijden in mijn leven gespeeld. Maar deze is wel het meest belangrijke ooit. Ik vind je wel stil. Kijk hoe gaat het? Oh, je mist iets, hè, dat je dit niet kunt zien. Deze man, nee! Een grote mond. Een grote mond. Oh, we zijn echt ongeveer gelijk. En als ik uiteindelijk dit ding mee naar huis neem, wil je het dan graag hebben? Nee. We zijn gewoon even te spelen met vrienden en familie, maar dat zit er niet in. Je wordt er wel handiger in. Ah, shit. Oh my god. Gelijk, hè? Wie was er nog eerder? Oké, we moeten dit natuurlijk wel beslissen, want er is op dit moment helaas geen VAR aanwezig. Ja, kijk, Eredivisie Champions League heeft allemaal een VAR, maar ja, dit is nog net niet het niveau waar de VAR aanwezig is. Dus we gaan het nog een keer doen. Nu doen we hem om de beurt, je hebt alle tijd. Je mag gewoon aan één stuk doorgaan, het gaat gewoon om wie het meeste fouten maakt. Of ja, wie het minste fouten maakt, die wint. Alle tijd, alle rust. Kom op, Rob. Kijk, dit gaat goed. Ja,
veel aan het regelen. Ja, hier wordt het echt moeilijk. Kijk, nu moet je gaan draaien. Kijk dat ding trillen, hè. Hey, mag dat? Mag dit niet? Oh, ik denk, ja, ik draai even dat ding. Raak ik er nog? Eerste pak. Ja, dat is het tweede. Ja, dat is het tweede. Oh my god. Ik heb het niet meer. Ik heb het niet meer. Ik hoor doodstil. Die regen op dat dak. Ik weet niet of mensen thuis dat horen. Oh mijn god. Dat is ook zo. Vijf pas? Ja. Oh mijn god. Dus, weet je wat? Normaal heb je toch van die pauze dingetjes ertussen, weet je wel? Dat heb je hier gewoon niet. Je knikt ook ja, je kent dit. Heb je dit ooit eerder gedaan? Ja, één keer. Kijk, ik wil zeggen, iedereen heeft het denk ik al ooit een stiekem een keer gedaan. Hè? Jij bent dadelijk een partij gefocust op de training, jongen. Uh-huh. Dit is echt een warming-up. Goed even opbrengen. Ik denk dat ik jouw trainer hier op... Mind. Ja, gewoon even gaan zeggen van, ja, je zou dit eens moeten proberen met die jongens. Oh mijn god. Nou, wat was het dan? 8 volgens mij. 8! Als dat geluid of zo, dat hadden ze ook al gewoon anders mogen maken. Godverdomme, ik net op een raam ben gegooid. Nou, succes ermee! Nee, ik zie jou toch wel als die controleur, die man, die rust uitstraalt. Balletje breed, balletje diep, inspelen, draaien, dat is één. Jouw spelletje. Oeh. Oké, okay, smooth. Oh, die gefokst. Oeh, dat is twee. En snel door. Kijk, dit stukje dat is zo easy te doen. Oeh. 3. Ja. Ah, ik ga het sowieso halen, man. Die blik. Oké, okay, dag. Dat is 4. Oeh, dat is 5. Ik zie nou toch wel trillingen, Yeah! Heerlijk! Goed gedaan. Ik zag op het einde, jongen. Ik dacht, nee, ja, dat was echt shit. Ik kan veel zeggen. Ik trill wel nog even. Hé, wil je hem mee naar huis hebben? Nee, liever niet. Wil jij deze winnen? Laat dan een comment achter waardoor jij geen zenuwen hebt. Of zo, jouw dingetje. Heb jij nog een soort van ritueel daarin, zeg maar? Niet zozeer, maar misschien als je een beetje wedstrijdspanning hebt dat je een bepaald iets altijd voor de wedstrijd doet? Ja, niet echt, zeg maar. Ook niet, hebben jullie in het team of zo? Ja, ik denk dat het wel heel standaard aanloop naar een wedstrijd is, toch? Die eigenlijk altijd vrij wat hetzelfde is. Maar jij als speler zelf hebt niet... Nee, alleen een paar oefeningen voor de wedstrijd, maar. Ja. En niet dat je niet zeg maar voor de... Nee, niet dat je rechterveter eerder strikt dan je linker altijd zo. Nee, dat niet. Nou, top. Ik vond het leuk dat je even meedeed. Ja, succes nog de rest van het seizoen en vandaag met de training in dit heerlijke weer. Ja, mooi. Maar eens genieten, hè. Ja, hoe is het weer in Tsjechië? Is dat ook zo? Ja, hetzelfde. Oh, dus je bent er wel aan gewend. Ja, geen mooi weer voetballen. Ja. Nou, het is in ieder geval mooi. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog, tot de volgende keer. Eind. Ciao.